De mooiste ui is uniform qua schil. Heeft een mooie nauwe nek, klein wortelgestel en heeft een lichte kleur met een klein beetje glans. Maar deze is heel uniform qua kleur, is wat lichter, wat meer glans. En als je dat een beetje bijknipt aan de onderkant, dan wordt dat zo meteen een heel mooi presenteerbaar uitje. Akkerbouwer Jur Veenink uit Zeewolde ging voor de wedstrijd Mooiste Bewaarui, die 10 januari in Dronten plaatsvindt, op zoek naar de perfecte uien. De truc is om zometeen een boxje in te leveren waarvan alle uien eigenlijk hetzelfde zijn. En je hebt natuurlijk, nou, je kijkt er overheen, er zit natuurlijk heel veel verschil. Je hebt ze zo groot als deze en zo klein als zijn buurman. En dat is natuurlijk niet mooi als die naast elkaar liggen. Hoe egaler het boxje wordt ingeleverd, hoe mooier het is. Na deze eerste selectie volgt nog een tweede selectieronde. Maar het vinden van de mooiste uien is dit jaar een hele klus. Het was een heel uitdagend jaar qua teelt, qua opkomst. Het was eerst te droog en daarna te nat. En ik denk dat elke boer die problematiek wel kent. Dus het is een uitdaging om en de goede maat te vinden. Maar daarnaast is de kleur van de uien is ook niet zo mooi. Ze zijn wel grauwig op de buitenste huiden. Deze bijvoorbeeld is een diknek. Zit er heel veel in. Het wordt later zaaien in het late voorjaar. Dus deze pakken we sowieso niet. Dus het is zoeken naar het mooie uitje. Dat is de uitdaging. Veenink teelt biologisch, wat nog een extra uitdaging vormt. Nou ja, het is natuurlijk mooi. Wij telen zelf biologische uien. En er is geen aparte klasse in de uienwedstrijd. Dat zou ook wel wat lastig zijn, denk ik. Maar als je met een biologisch uienboxje kan winnen, dan geeft dat mij wel voldoening.